Als je natuurlijk een schets, tekening krijgt, een printje, dan moet je natuurlijk wel weten welke stappen je moet ondernemen, hoe je gaat beginnen. Ja, we zijn hier op kantoor en hier worden alle opdrachten komen hier binnen. Als de opdrachten binnengekomen zijn, kan het zijn dat we een standaard ontwerp krijgen van een ontwerpbureau. Dat wordt dan later uitgewerkt en omgezet, zodat we het kunnen printen op de printer, wat jullie dadelijk ook nog zullen zien. Na het ontwerp is gemaakt, wordt het doorgestuurd naar de computer die hier de printer aansluit. Ik heb de folie nu van de printer afgehaald. Ik ga nu lamineren. Dat is om de kwaliteit van de foto langer goed te houden tegen weer, zon, regen. Het gedeelte waar we net gelamineerd hebben ga ik zo schoonsnijden. Er zit restmateriaal aan wat we niet nodig hebben. Dus... En dan kunnen we gaan plakken. Als we stikken gaan plakken gaan we eerst de plaat goed ontvetten. Dat de hechting van de folie natuurlijk zo, ja, zo goed mogelijk is op te houden. We zijn nu hier in onze spuitcabine. Hier liggen de staalconstructie waar we het bord wat we net geplakt hebben. Deze staalconstructie heeft drie staanders. Deze komt op de grond geplaatst. Hier komen betonnen blokken onder. Dus we hoeven niet te graven, we hebben geen last van kabels of gasleidingen, noem het maar iets. Deze zijn nu ook al gespoten en die kunnen dan morgen mee met het bord. Nou, dit is ons eindresultaat. We gaan nu naar de volgende klus.